homohatende natie wilde aanslag plegen. De Britse politie heeft een neonatie opgepakt die op het punt stond om een aanslag te plegen op een homokroeg. In het appartement van deze Ethan Stables deden agenten erna een schokkende ontdekking. De 20-jarige Stables komt op de radar vanwege haatdragende taal die hij uitslaat op Facebook. Hij dreigt onder andere om alle homo's af te slachten, tot de laatste aan toe. Hij steekt ook een homovlag in brand, we zien het hier, en plaatst daar een video van. Een vrouw die het voorbij ziet komen waarschuwt uiteindelijk de politie. En dat is maar goed ook, want de gewapende agenten onderscheppen Stables als hij op weg is naar een homokroeg. Met een hakenkruis om zijn arm en een machette in zijn kofferbak. Een bloedbad is dus voorkomen, gelukkig maar. En in zijn huis vinden de agenten nog veel meer wapens. Er staat een shotgun tegen een kastje met een grote nazi-vlag, maar ook een bel, messen en ingrediënten om een bom te maken. Stables zelf die beweert dat het allemaal een grap is. Tegen de rechter zegt hij zelfs dat hij nota bene biseksueel is. Maar niemand die hem gelooft. Een jury heeft Stables inmiddels schuldig bevonden aan het plannen van een terroristische aanslag. En volgende week dan hoort hij zijn straf.